Even kijken, ben je op de hoogte van de vechtsportautoriteiten en toezichthouders? Ja, het idee is natuurlijk weer grandioos. Maar ja, dat is echt Nederland weer. Het idee is goed. We moeten een overkoepelend orgaan krijgen, net als de rest van de wereld. En gewoon een soort paraplu, daar hangen mensen onder. Met de groepen die wat doen. Je moet ook niet met weigeren. Je moet zorgen dat je geen twee petten of drie petten op hebt. Maar dat je daar zit en zegt van, hé, zo willen we het gaan doen. Maar ik sprak pas op een rechtszaak van meneer Hans Loeven. Dan sprak ik de vechtsportautoriteiten en dan zei ik van, joh, ik wil wat in Schiedam gaan doen. Met een of andere meneer. Maar die was veroordeeld. Maar hun hebben wel een zwarte lijst. Ik zei, nou, mag ik die zwarte lijst dan weten? Want ik wil gaan samenwerken met mensen in Schiedam, Rotterdam. Dat maakt mij eigenlijk niet waar. Staan deze mensen op de zwarte lijst, ja of nee? Want dan kan ik contact gaan maken. Maar die lijst waar hun op staan, veroordeelde pedofielen, seksuele pedofielen, criminelen, die kunnen, de vechtsportautoriteit kan mij niet waarschuwen van, hé, in Schiedam zit er een meneer, daar moet je niet mee samenwerken, want die is veroordeeld voor seksuele pedofilie. Nou, dan vind ik dat raar, want zo'n autoriteit moet eigenlijk tegen mij zeggen, hé, wij schorsen deze meneer, deze kan nergens meer of ooit iets gaan doen in de vechtsporten, of in gewone sporten, zeker niet van NSF, IOC, want dat is één overkoepelend te gaan. Dus we moeten daar een soort rijbewijs voor uit gaan geven, van, hé, Geert Gadeau, jij hebt hier een rijbewijs, dit is je nummer. Als je niet aan de eisen voldoet, omdat je iets doet wat niet door de beugel kan, pakken we je rijbewijs af. Maar dan mag je ook niks meer kunnen huren. Je mag nooit meer kunnen voetballen. Je mag nooit meer kunnen basketballen. En zeker geen vechtsporten meer doen. Nou, als er dan een lijst is van pedoseksuelen, wat het ergste is wat je maar kunt doen, moet deze gewoon verbanden worden, ja, met een rijbewijs. Maar die vechtsportautoriteiten is daar. Die hebben die, maar die kunnen niks doen. En dat vind ik een beetje vreemd. Ze mogen de informatie niet... Nee, want dan krijg je weer, dat is weer privacy. En dat vind ik ook wel goed dat privacy is, want je bent eerder zwart gemaakt dan dat je iets goed doet. Dus het moet wel bewezen zijn en gedaan zijn dat je iemand kan beoordelen van, hey, maar als het zo is, mag die nooit meer bij de NSF IOC sporten komen. En dat is voetbal, hardlopen, karate, noem maar wat op. Maar deze meneer is gewoon weer een school begonnen. Dus en van dat is zotte. Dezelfde meneer die... Die veroordeeld is. En die meneer... Was op tv toch met Hans Loeven? En dat was op de rechtszaak van Hans Loeven. Getagd. Dus dit heeft hij niet geschreven, maar getagd van iemand anders. Dat die meneer iets doet met de kinderen. En dat hij de karate doet. Of kickboksen. Dat moet gewoon niet kunnen. En ook geen andere sporten gewoon. Hij moet gewoon helemaal door de NSF, IOC verbannen worden uit... Nou, en dat kan niet. Hij staat wel op de zwarte lijst, maar ja. Er wordt niks mee gedaan, want meneer heeft gewoon een nieuwe sportschool geopend. Ja, want ik kan het niet vragen, want dat is privacy. En waarom doet de vechtsportautoriteiten daar dan niks mee? Nou, dat moet je aan de vechtsportautoriteiten vragen. Dat is jouw issue nu, hè? Ja, dat is van, hé, zorg dat, want het is NSF, IOC zeggen ze. De vechtsportautoriteit, NSF, IOC. Nou, dat is een overkoepelend orgaan van de staat. De staat kan zeggen, hey, deze meneer kan niks meer huren, niks meer lenen, niks meer doen. Klaar. Heel simpel. En jammer voor zijn privacy, op rotte. Ja, ik denk het helemaal mee eens. Want, maar dat heb je ook met promotors, die foute dingen doen. Alleen, die doen geen vechtsporten, die promoten om geld te verdienen. Oké, dat is hun goed recht. Hun steken de nek uit om goede galas neer te zetten. Ben ik met iedereen eens. Maar als er dan door buitenstaanders iets wat gebeurt... Net als in Heerlen, of in Heerlen was dat, een schietpartij. Dan denk ik mij, ja, dan kunnen die promoters niks aan doen. Dat gebeurt daar. Dat klopt. En dan zeggen ze in Nederland van, ja, jullie mogen het niet meer. Nee, als de boeven zijn die om een ring heen zitten, moet je de boeven gewoon pakken. Moet je niet de promoter pakken. Dus het is weer een paard achter de wagen spannen. Maar dat is op het top Nederland. Maar vind jij dat ze goed werk doen? Tot nu toe zijn de plannen heel goed. Alleen de uitwerking moet dan... iets aangenaam worden. En daar kan je misschien mensen voor gebruiken, zoals Hoost, Koenen. Weer van mijn informatie vind ik het ook goed. Ik heb daar geen zin om te zitten. Want wordt het gesubsidieerd, wordt het betaald, weet ik niet. Maar voor informatie kun je natuurlijk ons altijd bellen. Maar als er gewerkt moet worden, dan moet dat wel iets tegenover staan. En dan moet er wel gewerkt worden en dan kan je geen twee pet op hebben. Dus dan moeten mensen neerzetten die capabel genoeg zijn om te zeggen, hey, dit pakken we aan, een advocaat of zo. Of dit gaan we doen of dat gaan we doen. Maar er moet een keer wat gedaan worden. En anders wordt het en blijft het een zootje. Ze zijn bezig met een database.
En met een fightpass. Ja, ja die database is er. Want je moet je eigen naam opgeven. Je kan niet vechten. Je eigen opgeven voor vechten. Als je geen nummertje hebt van een vechtsportpaspoort. Dat is hartstikke goed. Alleen, ja. Je moet wat moet er nog veranderen? Het enige wat veranderd moet worden is actie. Je moet actie ondernemen. Ga maar met een knuppeld hoendoek in. En kijk maar wat het Schipstrand. Zorg dat deze vent nooit meer wat in Schiedam doet. Ongeacht hoe, ga alle zeilen bijzetten. En zorg dat deze meneer nooit meer met kinderen in de sport kan doen. Actie ondernemen. En wie het is, is het. Het maakt mij geen ding uit. Ook promoters niet. Doen ze fout. Licentie afpakken. En dan gewoon nooit meer wat kunnen doen. En waar we het net over hadden, keurmerken voor sportscholen. Ja, keurmerken. Dan komen ze met een keurmerk. Oké, maar wie gaat het uitgeven? Is dat een meneer die helemaal geen verstand van vechtsport heeft? Of de vechtsport niet begrijpt? Ik wil die keurmerken wel uitdelen. Dan heb ik er dan 3 genoeg. In plaats van 600 in mijn stad. Want die hebben geen... Ze hebben geen onderwijs. Ze beginnen maar. Ze mogen maar en ze kunnen maar. Dat is van de zotte. Als je dan zegt van... Hey, heb je een leraaropleiding? Heb je... Zo'n opleiding, heb je ervaring? Nee, ze kunnen in Nederland gewoon beginnen, want het is een vrij beroep. Daar moeten ze wat aan doen. Ze moeten een licentie geven. Maar wie gaat dat geven? Mensen die misschien helemaal geen verstand van vechtsport hebben. Dus als er eentje zit, maar ze mogen geen 2 pet op hebben. Want als je iemand niet mag, krijg je je licentie niet. Er is FNG is daar, met meneer Verschuren. Daar ben ik al 8 jaar mee bezig, geloof ik, om aan te sluiten. Hij vraagt alleen maar van, je moet 500 euro betalen, dan gaan we onderzoeken of het kan. En dan loopt dat helemaal leeg, want het is niks waard. Want hij zit er al 15 jaar en hij kan daar niet weg. Als iemand niet goed functioneert, moet hij weg kunnen. Op wat voor manier dan ook, en daar moet je een systeem voor hebben. Ja, het is geen Tweede Kamer dat je maar kan blijven zitten, dat klopt. Is er nog een hoop werk aan de winkel? Hè? Er is een hoop werk aan de winkel, alleen je moet zorgen dat er capabele mensen zitten die keuzes kunnen maken. Of dat een leuk is of niet. En daar ook aan kunnen houden. Alleen het moet geen rancune worden van, hey, ik mag hem niet, dus hij niet. Dat mag niet. Dat kan niet en dat mag ook niet mogen. Alleen, wie gaat dat doen? Ik zou wel een paar mensen weten, maar willen die dat? Nee. Ik wil het ook niet. Ik wil me het steentje wel bijdragen, maar ik wil er niet zitten. En het huidige bestuur dat er nu zit? Ik ken ze wel persoonlijk. Gelukkig zitten ze daar. Gelukkig doen ze heel veel tijd erin steken. Alleen ik denk dat ze met handen en voeten gebonden zijn door de rechtsstaat in Nederland. Want hun verschuilen er steeds achter. Ja, we kunnen dit niet, Gerard, we kunnen dit niet vrijgeven, want het is privacy. Ja, daar kunnen hun dan ook niks aan doen. Maar ja, dat ik mijn eigen, ja. En nu? Dus de privacy moeten we dan weggooien en gewoon een zwarte lijst maken. In zulke extreme gevallen dat de privacy vrijgesteld moet worden. Ja, als jij... Zozeer mag niet, maar in zulke ja, bijvoorbeeld, je bent lid, je bent erkend sportschoolhouder, zeggen ze dan. Je hebt een papiertje gekregen. Jij bent het. Jij, aan jou geven we het wel. Je hoeft niet aan de buurman. Hiernaast hoef je dat niet te doen. Want dat vind ik wel, dat is wel privé. Maar als een vechtsport, ik ben een vechtsporter, ik wil samenwerken met iemand uit Amsterdam, dat gaat nooit gebeuren hoor, heren, Amsterdam, maar stel dat ik wil samenwerken met eentje uit Schiedam, ik vraag zijn achtergrond op en die krijg ik dan niet. En dan is het geval zo extreem. En dit is heel extreem en dit zijn de rechtszaken op de televisie van geweest. Het is niet verzonnen, het is bewezen. En ik wil niet met zulke mensen samenwerken. Alleen ik krijg de informatie niet. Ja, ik wel. Maar andere mensen niet. Dat moet niet kunnen. Dus er moet echt iets gedaan worden. We hopen dat we misschien ergens nog antwoord of reactie hierop krijgen van de vechtsportautoriteiten. Ja. Nou, je kan gewoon als lid worden als meneer V. Je kan je eigenlijk gewoon opgeven. En dan krijg je alle informatie van hun. Wat moet er buitenstaanders met die informatie? Dus als je lid bent, kun je gewoon van... Hun nieuws, dat krijg je van hun. Ja, dat krijg je van hun. Alleen het zit nog zo in de kinderschoenen. En het is zo. Het is gewoon een moeilijke taak. Ik denk dat je er gewoon 3 mensen neer moet zetten die 24 uur per dag met die vechtsport bezig zijn, maar geen vechtsport te doen. Maar wel verstand hebben bij fijn-oud-discraten. En hakken. Dan maar hakken. Nee, privacy. Nee. Want hun moet alles volgens de wet doen.
Is ook logisch, want als het termijn lag, gaan er een hoop mensen gewoon op de lijst. Alle sportscholen worden gewoon in Nederland vanaf morgen gesloten. Alles dicht. Dan gaan we eens even opnieuw beginnen. Dan wat heb jij? Heb je een lichamelijke opvoeding? Nee. Baarmossen. Heb je EHBO? Heb je hier baarmossen? Heb jij? Nee, wegwijzen. Heb je ervaring? Heb jij lichamelijke opvoeding? Heb je EHBO? Heb jij reanimatie? Bij ons moet lid en scholen moeten dat hebben. Dus als wij ergens naartoe gaan, in Kamakura, en je bent leraar van ons, moet je dat hebben. Je moet derde dan zijn. Je moet. Anders kan je geen sportschool. Maar dat zou jij niet in je blogs hierover kunnen schrijven? Ja, daar kan ik over schrijven. Ja, graag. Heb ik al vaker gedaan. Alleen, ik heb bij de vorige aansluiting gevraagd. Zeg ik, hey, ik wil lid worden. Jij moet je €500 betalen. Echt waar. En dan gaan we onderzoeken of het zo is. Ik zeg, nou, jij krijgt van mij geen €500 om te zoeken of het is. Dus ik, niks. Volgende. NSF, IOC. C. Ik ben lid met de Nunchaku. NSF, IOC. Ik ben aangesloten bij de Boksbond. NSF, IOC. Ik ben nog twee sporten. NSF, IOC. En met karate? Mag het niet. Ja. Dan zeggen ze ja. We hebben al een vol contact karate. Ik zeg ja, dat is leuk. Dus? Ik kan toch ook mijn organisatie dan deponeren? Nee, want die meneer die wil dat niet. Ja, wie is die meneer dan? Ja, ik heb maar eens even bellen, die gek. Waarvoor hou je mij tegen? Gerard, je hebt het al eerder gehad over subsidies die we niet krijgen van de overheid, omdat we geen erkende sport zijn. Is hier al verandering in? Sinds het kickboksen zo aan het groeien is nu? Er is wel verandering, maar niet zoals het moet. Nederland is natuurlijk geen vechtsportland. We hebben wel de beste vechters van de wereld. Beste trainers van de wereld. Maar qua televisie en media is het gewoon nog kleuterklas. Want als je in het buitenland komt, is het gewoon grandioos. Je wordt gerespecteerd als vechter zijnde en wat je doet. Maar hier niet, omdat mensen het nog niet snappen. Ze denken allemaal dat het... Dat zou gewoon wel subsidie moeten zijn, toch? Er zou wel, in ieder geval, de goede, die moeten wel geholpen worden, ja. Ja. En dat is nog steeds niet, hè? Dat is nog steeds niet, nee. Is dat iets waar de vechtsportautoriteiten misschien verandering in kunnen brengen? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik denk als je dan een stempeltje krijgt van, dat is goedgekeurd. Dat we hebben nu iets officieels, of officieus, hoe je het noemen wil. Dan zeggen ze, oké, omdat je er aangesloten bent bij, je doet dan eisen, je doet bij de NSF, IOC, vechtsportautoriteiten. Oké, nu hebben we wel een budget om de vechtsport in de totaliteit groot te maken. En niet alleen maar judo, of boksen, of worstelen. Want er is nog meer in Nederland en we hebben de beste vechters. De beste vechters en de beste trainers komen allemaal uit Nederland. We hebben in Amerika is het... Ze hebben zoveel miljoenen Amerikanen. En wie doen wij daar weer wat? De Nederlanders. Daar moeten we toch trots op zijn. Krom, hè, in Nederland. Anders. Vechtsportsmuseum in Den Haag. Ja, ik ben... het bestaat niet. Dus ik ben een idee gaan opperen. Om te zeggen van, hey, we hebben zoveel dingen. In Nederland, door Nederlanders. Dus ik denk dat ik wel een museum neer kan zetten. We hebben een gesprek gehad met het Haagse Historisch Museum. Die hoorden dat ook en die vonden dat ook een heel goed initiatief. En misschien kunnen we daar wel een potje voor aanspreken. Want er zit eigenlijk nou iemand bij de sport die uit deze buurt komt. Dat is meneer De Mos. Vroeger hadden we iemand bij de sport en ministerie zitten. Maar die kwam niet uit deze buurt. En die snapte het niet. Dus dan gaat er wel... Ja, we gaan het gewoon doen. Oké dan. Nou, bedankt voor het interview. Geen probleem, altijd goed. Ja. Bij de is goed, doei. Doei.